Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Melkunie Breaker. Het tussendoortje dat altijd tussendoor kan. Goedendag. We bekeren ons wederom tot de prankstrijd op het YouTube-landschap. Velen van jullie letten goed op en hebben zo mijn vergissing tussen Steven en Thomas in de vorige uitzending ten tafel gebracht. Oeps. Zeer waarschijnlijk heeft tegeltrutje Shahid met mijn teksten zitten knoeien. Snotverdraadje. Gelukkig is er vandaag een makkelijke scheiding. Want Dingetje en hoe heet hij ook alweer stappen samen het vliegtuig in. Terwijl je weet wel wie alleen achterblijft in Nederland. De ether wordt overspoeld met zogeheten influencers die zichzelf stuk voor stuk bekronen tot de heersers van het internet. De heren van Stuk TV zijn de concurrentie zat. Gezamenlijk vormen ze één team. Weet je hoe grappig dit gaat worden? Oké, hier zijn die huizen op, Steven. Er staan er zoveel camera's. Ja, op dit soort momenten word ik die zijn achter. Het ganse land zal weten dat Team Stuk TV nog steeds de absolute koning is. In de vorige episode veroverde Giel en Thomas met het nodige bravoure het nieuwe kantoor der bankzitters. Maakte Steven een verrassend goede indruk met zijn ode aan Jultje Tieleman. Wat vind je ervan? Leuk. Ja? Kreeg tegeltrutje Shahid weer een mentale tik. Vind je het? Helemaal kut. Maar werd de asbestprank op Boas een drama wegens adequate beveiliging. Dus ik had dat zien met jullie waren. En er dreigt nog een epische faalactie. Want de mysterieuze missie van Thomas en Stefan wacht wel. Hun vliegtuig doet dat niet. Wat gaan we doen? Waar gaan we heen? We moesten buiten de grenzen gaan kijken. Naar wie gaan we dan? En welk land? En waarom? En wanneer? En... Kom. 1637? Ja. Gate gaat dicht, gast. Gate gaat al dicht, hè? Huh? Wachten! Ah, we vliegen toch pas om 8:15. Waarom moeten we altijd onze vlucht missen? Ik wil niet de vlucht missen. Jeetje, we zijn wel echt de laatste, hoor. We hebben hem gehaald. We zijn de laatste. Helemaal top. Ondanks hun schandalig slechte conditie en overtollige coronakilo's weten de heren alsnog hun vlucht te halen. En kunnen zij beginnen aan hun buitenlandse missie in Italië. Thomas heeft via zijn uiterst betrouwbare netwerk, ook wel bekend als Tinder, vernomen dat een grote concurrent bezig is met de expansie van zijn territorium op Italiaans grondgebied. Ik weet dus eigenlijk waar we heen gaan. We gaan naar Italië. We gaan naar Milaan. To, what the fuck gaan we doen in Milaan? We gaan natuurlijk een YouTuber pranken. In Milaan. We gaan een YouTuber pranken in Milaan. Ik ben echt, ik heb geen idee. Ik stap in de vliegtuig naar Milaan en ik weet niet wat we daar gaan doen. Maar Milaan is wel topstad, dus let's go. Daar gaan we. Goedemorgen, taxi Thomas. Goedemorgen. Waar gaan we heen? We moeten nog wel een half uurtje rijden. Nu nog een half uur? Ja, Thomas weigert tot nu toe pertinent om het doel van deze Italiaanse missie met Stefan te delen. Alles wijst er dus op dat het hier gaat om een hooggeplaatst figuur. Dit is toch prachtig? Kijk waar we zijn. We zijn aangekomen in Italië bij het prachtige Gardameer. Ja, dat had ik wel door, ja. Maar wat doe ik hier? Waarom ben ik hier helemaal heen gekomen? Je moet nu iets gaan vertellen. Ja, ik vind het nu ook niet meer leuk. Nee? Nee. Maar kijk je die dagelijkse vlog niet van Enzo Knol? Onze grote vriend heeft sinds kort een appartement hier, wat hij gaat verhuren. Oh, nee! Tot nu toe heeft Team Stuk enkel de middelgrote spelers te grazen genomen. Maar Enzo Knol staat bovenaan de voedselketen. Het Enzo-imperium is stabiel, economisch sterk en nog immer groeiende. Ik heb hier dus, dames en heren, de sleutels van mijn nieuwe appartement hier in Italië. Ja, oké, let's go. Ja, goed. Ja, het is dat het hier zo mooi is en dat ik vanaf hier de Alpen kan zien. Okay. Maar als je dit van tevoren had gezegd, was ik waarschijnlijk niet meegegaan. Aan de slag. Ongelooflijk. Thomas en Stefan staan voor den onmogelijke taak om ongezien het bewaakte Knollenland binnen te dringen. Ondertussen moet koning Giel in zijn eentje het fort bewaken. Oké, een nieuwe dag, nieuwe prankolog. Thomas, wat gaan we vandaag doen? Nou jongens, ik ga lekker naar Italië. Daar heb ik ook een leuk gebbetje bedacht. Dus doei. Thomas, ik ga met je mee naar Italië. Leuk man. Oké, ik ben dus alleen vandaag. Ik doe het wel alleen. Ik kom net zo hard. Goed, ik heb dus besloten... We missen nog één iemand. DJ Tony Junior. Jij woont in Utrecht. Daar ga ik ook nog even langs. Wie hebben we nog niet gehad? Shahid, die hebben we nog niet gehad. Dus daar ga ik ook nog even langs.
Hop. Het ding is nog steeds niet gemaakt. Als je zo sterk in een schoenen staat als Team Stuk, kun je dan krachten makkelijk verdelen. Thomas en Stefan zingen samen Enzo Lo Mio. Giel begint zijn dag met een slap excuus voor een prank. Lieve Shahid, al dagen is het onrustig in Zeewolde. Het tegeldomein van Shahid Sharak is tot nu toe dagelijks gestoord met een keur aan stinkende pranks. Zelfs op zijn verjaardag was dit slechte excuus voor een vlogger niet alleen de Abraham, maar ook flink de pineut. Vind je het? Helemaal kut. En we willen daarom zeggen, sorry. 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 Ik verwacht wel dat je iets heeft voorbereid om payback time te leveren op ons. Alleen ja, ik kom niet, maar zij komt. Ja, het is allemaal helder wat je moet doen. Ja? Ja. Ik ga jou zo meteen laten zien waar het huis is. En ja, het is gewoon aanbellen voor de deur. Als je iets open doet, knal die confetti in zijn nek. Flikker die bos bloemen zo ook in zijn gezicht. En je hebt van tevoren sorry gezegd. En dan loop je ook gewoon straight. Je loopt ook gewoon helemaal weg. Gewoon hier om het hoekje. En dan... Ja. Hij mag alles aan je vragen, maar je geeft geen antwoord. Is goed. Ja? Even duimpje omhoog. Terwijl Giel zijn sorry smurfin en haar verrassingsboeket zo dicht mogelijk in de buurt van Shahid probeert te brengen, lijkt Stefan te bezwijken onder de druk van deze geheime overname op Enzo de Grote. Oh, maar ik heb hier echt heel weinig zin in. Nu, ik meen het echt serieus. Oh ja, hier is een hek. Wat paniek. Ja, maar hij ziet ons nu al aankomen. Dit is keuken. Ik gok dat het een van deze huizen is. Met een beetje centrale intelligentie had Thomas op zijn minste beveiliging in kaart kunnen brengen. Maar nee, hij weet niets van dit alles. Zo, ik heb hier echt helemaal geen zin in meteen weer. Ik ben daar wel overheen, maar dat gaan we niet doen. Nee, daar heb ik helemaal geen zin in. Het is wel een beveiligd park. Als ik dit van tevoren had geweten, maar... dan was ik niet ingestapt. We zijn gewoon toeristen, een beetje verdwaald. We zijn gewoon aan het wandelen door het bos en dan komen we opeens bij het huis uit. Oh ja, ja. Dat is gewoon een beetje ons verhaal. Ja, met 6000 camera's erbij. Maakt niet uit. Ja. Oké, gaan we hier parkeren. Dan gaan we hier gewoon kijken, toch? Ja, we gaan hier gewoon parkeren. Oké. Okay. Wat heb je mee? Vlaggetjes. Partypop. Nou, die laten we sowieso hier. Nee? Waarom? Je gaat partypop. Ja, hoor, toch, dat is leuk. Ik ben geen Tim Hofman gast. Stickers. Ik vind het wel een goede grap. Het is wel een goede titel. Enzo Knol pranken. Pakt wel lekker views. Wat heb je? Naambordjes? Ja, ja. Voor wat? Voor op te hangen bij het dat is wel heel cool. E. Knol, G. de Winter en Tegen de Vlucht en S. Jurjens. We zijn helemaal naar Italië gekomen om een naambordje op te hangen. En één vlag. We hebben één vlag mee en één naam. Twee vlaggen en een naambordje. En we hebben ook nog stickers. Deze guy, het is ongelooflijk. Ik denk, jij hebt een heel feestpakket mee. Hier, alsjeblieft. Oh, ik moet hem ook nog dragen. Nou, wat een topdag, zeg. Oké, hier zijn die huizen al. Kijk, die huizen staan hier gewoon. Zo, even tussen jou en mij. Dit is het verhaal. We komen iemand verrassen. En daarom zijn we helemaal via de bosjes. En daarom hebben we camera's mee. We komen gewoon verrassen. De amateuristische onkunde tijdens dit buitenlandse avontuur staat in schril contrast met de ronduit professionele voorbereiding van Giel. Ja, kijk, het is dat huis. Je ziet die twee witte pilaren. Nee. Daaronder is de voordeur. Oké. Okay. Daar kun je aanbellen. Wat een rotsmurf, hè? Wat is dit nou weer?
Waar is Giel dan? Is die er, zijn die er niet? Oh, daar heb je die! Dat is een hitte sorry smurf. Ja, sorry smurf. Zoals ik wel heel spontaan ook. En ze zei toch ook sorry? Ja, sorry. Ja. That's it. En toen? Bang. Ik dacht dat hij in mijn smoel ging. Maar... Hoe laat is die schoonmaakteam hier? Ik moet weer gaan, ouwe. Ik heb een hoop dingen te doen vandaag. Ik voel wel aan deze prank dat we hem terug gaan krijgen. Ik wil niet inbreken in Italië. De mensen zien ons wel vanaf hier. Overal camera's, gast. Waar dan? Ja, waar dan? Kijk daar, zoom in op die camera. Gewoon hier, hier zien ze ons niet zo. We steken hem gewoon zo, we gaan niet door het open veld heen. Nee, nee, precies. Okay, let's go. Ik vind het een goed idee. Oké, en op dit soort momenten word ik dus zenuwachtig. Snap je? Kom. We zijn dus heel naar Italië gereisd. Voor één grap. We zijn in ieder geval in de buurt. We hebben het appartement gevonden. We moeten alleen nu nog op de trein zien te komen. Kijk, camera's. Hey. Steven, er staan er zoveel camera's, gek. Het is echt bizar. Ik had niet verwacht dat het helemaal vol met camera's zou hangen hier. Is dit de beste plek? Ciao. Hello. Do you work here? Yeah. Good. We have a surprise for Enzo Knol. He has a house here, number 3. We're from Holland. We're from a television crew. Okay, we're in. So, but we couldn't get it because he cannot know it. So it's a surprise. We're going to surprise him and then we go back. Yeah. All right. Grazie. Hij snapt dat. Maar dit is wel raar, toch? Nee, let's go. Gewoon snel. Maak het hekje niet stuk. Hekje niet stuk maken. Ja, yeah, top. Kijk maar. Maar waar is dat? We moeten wel weten waar het is. Ja, het is daar. Oké dan. Nou, hij weet niet dat we hier zijn op het terrein. En we gaan hem feliciteren met zijn verjaardag. Dat is helemaal top. Ik ben echt slap aan het lullen, omdat die gast aan het kijken was. Ja, ja. Snap je? Maar ja. Het lijkt erop dat dit het is, toch? Die. En ik denk dat we hier binnen 10 minuten uit gaan flikkerd worden. Dankzij de retorische vermogens van Stefan, in een volksband ook wel bekend als zijn slappige ouwe hoer, zijn Thomas en Stefan zonder kleerscheuren het terrein opgekomen. Deze missie is allesbehalve onder de radar. Your surname, your friend, your neighbor. Enzo Knol. Enzo, but not here. It's other side. Yeah, other side. Oh shit, yeah, we are still looking. We're still looking for the house. Of course, there's one more one in the property private. Huh? Okay, edit. Yeah, we were making like a funny video joke. In normal life, I call the policy because you are. Yeah, I know. I know. I understand. Okay, yeah. 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 But we couldn't get in, so we thought we'd climb over the over the fence. I can't show you home, Enzo. Maybe you are friend, but Enzo, you don't know where him live. Yeah, we were looking for the place. If you want to give me the flag, I put it in the wall. Right. It's massive, but it's not normal. Remember, I see you 3 people. Yeah, on yeah, the, we explained. We didn't know that there was a... But there's no joke. Okay. Ons avontuur eindigt hier, Steve. Ja, helaas, het is niet anders. We staan in de straat, maar we mogen niet naar het huis toe. En dat is natuurlijk... Logisch, want hij is hier voor de beveiliging privé. En voor het onderhoud van het park. Maar hij, deze beste meneer achter ons, die gaat wel de vlag gewoon aan zijn huis hangen. Dus dan ziet hij in ieder geval, als hij hier ooit komt, dat wij zijn geweest. Dit is echt een medium hoor. Helemaal Italië voor medium. Wat een slecht idee was dit, zeg. Leuk, hè, Italië? Ja, dit is echt... Als jij vanaf nu vraagt, Steven, ga je mee ergens naartoe? Zeg ik gewoon standaard nee. De tortellini-beveiliging van Enzo maakt gehakt van deze mislukte prank. Met een staart tussen de benen vertrekken Thomas en Steven naar het vliegveld. Het mogen helder zijn. Zonder uw steun kan deze overname des YouTube geen stand houden. Dus blijf de socials bestoken met de hashtag Teamstuk. Nou, we zijn bijna bij het huis van Tony. Tony, ik heb een klein leuk gebbetje bedacht. Want ja, jij hebt ook een hoop views. Weliswaar op Twitch ook. Deze guy is echt groot op Twitch.
Tony Junior, bekend als DJ en fanatiek fan van kauwgomplakplaatjes sparen. Zijn dagelijkse reilen en zeilen streamt hij via Twitch. Dus Giel had kunnen weten waar hij uithangt. Oh, kut. Hij is thuis. Dat is jammer. Ik wil namelijk niet vertellen dat ik het was. Ik wil gewoon het gebbetje doen en dan gewoon gaan. Gewoon gaan. Nou, we zetten hem neer en we gaan gewoon meteen aan de slag. Zijn auto staat ook recht voor de deur. Oké, fuck it. We gaan. Let's go. Hier. Oké, luister. Dit is onze assistent. Jij hebt dubbelzijdige tape. Dat klopt. We gaan stroken, knippen. Ja, no shit, maar pak hem dan uit. Ja, dat lukt niet. Ik heb er moeite mee. Ja, kijk, daar hebben we hem. Heb jij gezopen gisteren? Ik drink al een tijdje niet meer. Ach, lul niet. Ja, al 6 uur niet meer. Oké, go. Kom, gaan. Ja. Dit gebbetje is gelukt bij Tony. Ik denk dat hij niet weet wie dat heeft gedaan. De jongens zitten momenteel in Italië. Dus ik ben heel benieuwd hoe hun avontuur was. Yo! Hey jongens! Hoe is het dan? Tijger. Hoe was het in Italië, jongens? Ja, het bier was lekker. Maar dat is helemaal mislukt. Het is helemaal mislukt. Dus, maar ja, goed. We moeten gewoon doorpakken, jongens. Giel, wij moeten nog vliegen. Maar ga vanavond gewoon weer naar Shahid. Doen we dat maar gewoon. Weer naar Shahid? Ja, weer. Je hebt toch sorry gezegd? Ik kan niet nog een keer. Gewoon nog één keer. Oké, ik ga dus nog even naar Zeewolde. Jullie pakken lekker de vlucht terug. Echt, ja. Jammer. Jojo. Arrivederci, zeggen ze dan. Arrivederci. Ik vind het wel leuk om er even langs Shahid te gaan. Het pad richting de overwinning wordt als dan Giel ligt bekleed met badkamertegeltjes. En die arme Tony is een paar jaar ouder geworden van den schrik. Zo heftig was deze poets. Stip TV, Giel, jij bent het. Je hele deur was hier beklad met behang. Hier, vlekken, vlekken, vlekken. Hoe krijg ik dit er nou af? Kijk, kijk. Jullie komen hier naartoe om alles eraf te trekken. Tony Senior mag zelf de rotzooi opruimen van die dekselse jeugd. Want Giel haalt speciaal voor Shahid een beruchte prank uit een oude doos. Dus, ik weet niet of jullie allemaal de welbekende pizza party kennen. Deze prachtige prank staat met dikke tomatensausletters bijgeschreven in de annalen van de prankhistorie. 81 pizza's wensen, what the fuck? Treffen deze pijnlijke pizzapunten ook effectief doel in de buitenwijken van Zeewolde? Wat ik nu ga doen, is mega veel pizza's de hele tijd bestellen bij Shahid. En ik hoop, Shahid, geef ze aan de buren, geef ze aan vrienden, doe er iets goeds mee. De pizzaovens loeien op vol vermogen. Bakkers zwaaien met hun deeg als doorgedraaide circusartiesten, terwijl hun vrouwen tomaten pletten met de blote voeten. Het pizzafestijn kan beginnen. En we zijn in Zeewolde. Althans, ik ben in Zeewolde. Ik heb een hoop pizza's en eten besteld en dat wordt zo meteen elk moment gebracht bij Shahid. We gaan het toch allemaal even een afstandje bekijken. Vanaf hier kan Giel iedere bezorging op het vijandelijk domein perfect in beeld brengen. Maar Shahid lijkt heel even de dans te ontspringen. Ah shit, daar gaat een auto weg. Dat is Shahid. Shahid gaat weg. Zal ik hem eens bellen? Yo. Yo. Wat ben je aan het doen dan? Ik ga nu naar de pizzeria. Ga ik een pizza halen. Je bent weer geplakt, dus ik kreeg een melding dat je onderweg en dat je vertrok. Dus ik ben met een kwartiertje ben ik weer terug thuis. Ja, dat boeit mij niet. Ik ben het ook niet. Doei. Ja, ik heb mazzel. Oh, hij is dus zelf eten gaan halen. Maar hij weet niet dat er nog meer pizza's komen. Weet je hoe grappig dit gaat worden? Hij wordt gek. Ik besteld bij de piramide. Ik ga het ophalen, zeggen ze. Huh? Ik heb nog een bonnetje hier liggen van 5 pizza's. Ik kreeg net ook al Italiaan binnen. Een stuk TV volgens mij echt een klootzak, jongen. Echt. Ik snap er geen kak meer van. Ja, hij is thuis, hij is thuis, hij is thuis. Ja. Hij is weer thuis. Shahid is thuis. Nou, ik hoop echt dat die bezorgers nu komen, want nu moet je komen. Ik heb alles om 6 uur laten bezorgen. Kijk, het kind doet open. Het kind doet open. We hebben mijn pizza's besteld. Ze hebben deze hele auto nog niet eens gezien, joh. Terwijl we hier op de hoekje staan. Nou, kom op, Shahid Pizza Party. Oh, daar gaan ze weer. Kijk, nog meer, er komen twee bestellingen. Okay, oh, kijk, hij loopt daar, hij heeft weer pizza's. Kijk, hij loopt daar binnen. Hij snapt daar helemaal niks. Nog meer pizza's.
Ja, er komt nog meer eten. En zijn vrouw, die ontvangt alles. Echte bloedzuivers in dit stuk tv. Kijk dan. Gewoon Italiaans, pizza. Ik heb wel honger hoor. Ja, snap ik. Maar, oh mijn god. Moet je ze weggeven? Ja, we gaan ze nu even weggeven. Ja. Eten verspillen, dus papa, alsjeblieft. Oké, nou, we hebben de mini pizza party is zojuist geweest bij Shahid. Dat was het eerste dingetje van deze avond. Dan gaan we nu over op het tweede dingetje van de avond. Deze pizza is een uitstekende bodem voor de volgende prank. Heel de buurt heeft dankzij Team Stuk gratis gegeten. Maar die opgebouwde goodwill gaat er vanavond meteen weer aan. Zari, vertel. We zijn van All in One Brisbane. Ja? En wij gaan lekker drummen straks. We gaan lekker drummen! Met hoeveel mensen zijn jullie? We zijn nu met z'n zessen. Dus met zes man bestormen we zo meteen het huis van Shahid. Giel laat Shahid niet met rust. En terecht. En de buren ook niet. En de buren van de buren ook niet. Want de drumband krijgt onverwacht versterking van Stefan, de slager van het slagwerk die zich spontaan aansluit. Luister dan, hoe is het? Waarom ben jij hier? Ik had zin om te komen, luister, ik heb gerend op Schiphol, want ik kom natuurlijk net uit Italië. Maar ja. Hier wil ik bij zijn. Ja, want jij, dit grapje moet natuurlijk wel slagen. Snap je. Hebben jullie nog een drumstelletje extra? Zeker. Ja, toch, kan ik even mee trommelen? Zeker mee. Ja, lekker. Ik hoop vooral dat zijn buren het ook nog kunnen waarderen, maar dat denk ik niet eigenlijk. Nee. Hoe gaan Tegeltutje Shahid en zijn buren reageren op de Caribische klanken op deze koude avond in Den Polder? Dat ziet u in de volgende episode. Deze prankstrijd voeren wij niet alleen. Bestook de sociale media van de YouTubers des lands met de hashtag TeamStuk. Samen stoten wij die verraderlijke vlogverraders uit den statistieken. Blijf vooral kijken en aanschouw welke YouTubers een flink pak prank voor hun geïmplanteerde kiezen krijgen. Oh nee! Jij bent echt een ridder, Pascal. Ja. Is er wel eens gewonnen gevallen? Ja. Hey, hallo! Wat doe jij hier? Ik hou al niet van verrassingen. Zeker van oude mannen. Bram Krikke, jongen, ik ga je kapot maken. Hi, ik ben Geert de Joling. Ik ga een liedje zingen vanavond hier voor jullie. Ik bedenk me nu pas dat het heel dom is.